heb ik zo een beetje overal gewerkt. Zo, nooit niet lang. En op een dag heb ik hier gewerkt bij de dingen, bij de dijk. En ik moest nog rijden met een autobus. Nu, we moesten om 6 uur binnen zijn, zegt de chef. En we moesten allemaal samenkomen. Hij zegt, Basiel zegt hij, vanaf nu, en de rest van het personeel, die zegt hij, vanaf nu gaan we dus niet meer met tweeën in de bus zitten. Eén die rijdt en één die ontvangt. Vanaf nu moet je dat allemaal alleen doen. Dus rijden en ontvangen tegelijk. Dat ja, is goed, chef. Want dat doen we. Dus zaterdag, ik met in de bus weg. En we moesten om 6 uur thuis zijn, alleen in haar zo. En om 6 uur was ik nog niet. En om 7 uur nog niet. En om 8 uur nog niet. En ineens mijn telefoon had. En zegt de chef, zeg, waar zijn hij? Pas hier, waar zit hij? Zeg, hij zegt, je had toch een keer moeten komen kijken. Allee, zeg. Ja, ik zei, je had een keer moeten komen kijken. En mijn jammer zei, wat is het? Maar ik zei, niet, je moet een keer komen kijken. Dus ik kon niet kijken. En de naald van mijn autobus zat binnen in een huis en een andere naald om het trottoir. En waar zeg ik, Basiel, hoe is dat gebeurd? Zeg, ik weet het niet, ik was van achterhand ontvangen. Een jong koppelje uit Limburg, in Hasselt wonen ze. Ze gaan trouwen en ze hebben een appartementje gehuurd. En ja, ze moeten dan natuurlijk behangen. En Marie en Pieter, die zegt Pieter tegen Marie, zegt Marietje, zegt hij, hoeveel denkt u dat wij nodig hebben om dit te behangen? Hoeveel rollen behangpapier? Weet ik niet, zegt ze. Maar we kunnen misschien eens vragen aan de concierge, want die heeft dezelfde omtrek van Lieving en die heeft ook 14 dagen geleden haar appartement behangen. Ze gaan naar beneden, bellen naar de concierge. Mevrouw de concierge, ik ben Pieter, zij is Marie. Wij komen hier wonen en we gaan ons appartementje behangen, onze living. Maar hoeveel rollen behangpapier hebben wij nodig? Ah, zegt ze, ik denk 18 rollen. Ah, dank u wel, mevrouw de concierge. Ze gaan dan natuurlijk naar de winkel, ze kopen 18 rollen behangpapier en ze beginnen te behangen. En na 5 weken hebben ze gedaan, want ze komen van Limburg, dat kan een beetje tragen natuurlijk, hè. Na 5 weken hebben ze gedaan en zegt de ene keer Pieter tegen Marie, Marie zegt hij, wij hebben 4 rollen behangpapier over, hoe zal dat komen? Ik ga het eens vragen aan de conciërge. Ze gaan naar de conciërge, bellen aan, dag mevrouw de conciërge, we hebben onze living behangen, maar wij hebben 4 rollen behangpapier over. Ah ja, zegt ze, dat had ik ook. Er zijn ook natuurlijk al veel moppen verteld over de Hollanders. En ook over de Belgen, maar over de Hollanders ook. Hè. Maar weten jullie waarom Christus niet in Holland geboren is? Zaten zij dan geen 3 wijzen, hè? En waarom dan de meeste Hollanders een ruitje hebben in de deur van hun frigo. Ja. Om te kunnen zien of het licht uit is, of de deur dicht is, hè. Maar er zijn er natuurlijk veel verteld over Hollanders, maar Hollanders hebben ook heel mooie liedjes nagelaten. Denk maar aan Wim Sonneveld, dames en heren. Wat op een kerken kan met haar, een slagerij, een van de ven. Een kroeg, een juffrouw de fiets, zegt Joost waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kardinaal op de keien. Het raadhuis met een bommer voor, een zandweg tussen koren door, het vee. Lekker lui in het zand,
Al die leegjes samen.